Mevrouw Saira Khatun Isaac Ori, we zijn er hier aan de Welgedag A. Wat is het probleem? Het probleem is dat ik hier aan ben. Ik heb weg aanleggen geweest tegen Mangila Jane. Dat ik ooit naar haar wil kijken. Dat Mangila bolle dat minister openbare werken. Ik heb het dian, hamlukke katier biederat. Ik heb aanleggen geweest. कोई के पठावे देखे के और वो भी तनी से ध्यान धरे कि का होवे इतना ढेर खो दीजिएगा कि हमार वो घसक जाएगा भसक जाएगा और के उस खाद देख करी dit zoals ik het al aangaf dit is mevrouw Saira Khatun Isaac Ori en haar probleem is dat er paal naast of vlak bij haar perceel waar we hier staan er nu een weg wordt aangelegd naar achteren. Er wordt ook gegraven en volgens de mevrouw wordt er heel diep gegraven. U ziet er op de achtergrond zijn er nu graafmachines bezig te graven. Het zijn er ook pick-ups geparkeerd, want we begrijpen dat het zand wordt gegraven en dat naar elders wordt gebracht om te dumpen. En de vrees die er is bij deze mevrouw is dat ze draadpalen, zoals we dat noemen, heeft geslagen. Omdat u ziet het, ze heeft er ook runderen. En er wordt zo naast haar perceel gegraven dat ze vreest dat dit alles straks kan omvallen. Er wordt ook te diep gegraven, geeft ze aan. Vandaar dat ze net aangaf van zijn er geen instanties, kan het ministerie van Openbare Werken zijn mensen niet naar hier toe sturen om na te gaan of de werkzaamheden wel goed plaatsvinden. Ja, wat zei u en wat nog verder, mevrouw Saira Khatun? Ja, we hebben gezegd dat we nu niet kunnen leren. Dus we hebben gezegd dat we niet kunnen kunnen doen. Dat we over het eten zeggen dat we niet kunnen doen. Want we hebben ook veel contact met liever komen jullie niet. Ja. De zoon van mevrouw Saira Khatun, die hier woonachtig is, de zoon die de mensen die de werkzaamheden uitvoeren, toen hij hun hierop attendeerde, dat ze vlak naast hun schutting graven en ook nog te diep graven, is aan hem medegedeeld van jullie gaan niets kunnen doen. Wij hebben contacten op hoge plaatsen, dus jullie mogen klagen, maar er zal niets gebeuren. Ja, en ik heb ook een verval gehad. Ik heb gezegd dat je niet kunt doen. Ik ben bezig ermee, maar ik weet niet volgens COVID hoe je het kunt doen. Ik ben bezig om het in orde te brengen. Ja. Is uw perceel loopt door naar achteren? Jawel. Ja? En wat hebben ze aangegeven? Dat ze uw perceel zullen inpikken. Absoluut, toch het kelly? Ja. Oze bolisa. Ja. En tegenwoordig te janne konchi konchi na hoe hè. Hem mangila ki minister of president, hem lukke chota admi khad bhi tani se dhyan dhare. Ja, de mevrouw geeft aan dat aan haar is medegedeeld dat haar erf een deel of haar perceel voor een deel zal worden ingepikt. En de mevrouw zegt dit is vele malen gebeurd bij anderen, vandaar ook de vrees bij haar. Bij kleine mensen zoals wij hoor je dat het vaker wel eens is gebeurd dat percelen van de ene op de andere dag is ingepikt. De mevrouw vertelde ons in het voorgesprek, het gaat hier om erfpacht die nog deze maand eind augustus vervalt. Nagele Lantikantoro, Verlengkerk had. Nagele Landmeter, 3 maanden geleden, ik ook kaarten benauwd had. Ik ben naar Milal, nu zegt hij me, volgende week woensdag. Of notaris me gegeven, hij zei, hij zou me bellen, maar hij heeft me nog niet gebeld. Dus wat de mevrouw wel aangeeft is dat ze bij de landmeter is geweest, ook bij de notaris is geweest. Maar u begrijpt het, vanwege COVID-19 is overal een beetje het werk vertraagd. Terwijl daar het werk vertraagd is, zien we dat hier op hoog tempo een weg wordt aangelegd en hier gegraven wordt. En dat is in feite de vrees bij moeder en zoon, dat hier straks ingepikt wordt en zij dan de verliezen, de mensen die zij zullen de benadeelden zijn, om dat even zo uit te drukken. Gisteren ben ik ook naar dingen gegaan, BO. Ze hadden geen vervoer, er zijn 2 dames geweest. Dus op eile film karise, Orbolis resortleider is niet binnen dinsdag of wanneer. In plaats van stop te zetten, dus die mensen gaan door met hun werk. En er is geen sloot, net een kreek of een rivier wordt gegraven.
इतना डीप और देखिए कितना देर काल हो इट इज सैंड गेम क्ले Ja, de mevrouw is ook bij de bestuursopzichter geweest. Twee zijn er gekomen, hebben foto's gemaakt. De resortleider die is er niet. Zij en haar is voorgehouden dat hij de komende week polshoogte zal komen nemen. Alleen geeft ze aan, ze vindt het vreemd dat de werkzaamheden niet zijn stopgezet. Ondanks dat zij in feite verlies straks zal gaan leiden wanneer haar schutting, de palen die ze heeft geslagen, die dan omver zullen vallen.